Norbert Alblas herstelt langzaam van de kruisbandblessure die hem sinds eind september aan de kant houdt. Alleen bij de eerste training van gisteren deed de keeper mee. Wij waren vanmiddag bij de tweede training, daar ontbrak jij. Waar was jij op dat moment? Ik heb hier een sessie gedraaid in het hotel in de gym. Ik heb vanochtend getraind en op dit moment was dat voor mij genoeg. Het ging wel oké dus? Ja, zeker weten. We hebben een goede training gehad. Meegedaan met de keepers, de keeperstraining en dat ging goed, zeker. Hoe is het met herstel dan? Ja, het gaat steeds beter. Dus deze week mooi gebruik om met de keepers aan te sluiten. En dat gaat elke dag goed tot nu toe. Dus elke dag verder kijken en hopelijk zo snel mogelijk bij de groep aan kan sluiten. Misschien een schade troost, maar bij Fortuna NEC is er een enquête gemaakt met wie de beste speler van het seizoen was tot nu toe. Jij hebt de 7.4, sta je eerste. Nou, wat haal je daaruit? Ja, helaas heb ik maar 6 gespeeld. Je weet dat het in die periode goed ging. En dat zorgt ook wel dat het verlangen om weer te spelen natuurlijk nog groter is. Maar goed, ik wil graag zorgen dat het nog hoger wordt in de resterende wedstrijden. Ja, kijk dan terug op het seizoen, want jij doet het best aardig eigenlijk. Maar wat je zegt, 6 wedstrijden en NEC zelf, ja, gaat niet goed. Wat is jouw indruk van deze eerste seizoenshelft? Ja, heel erg dubbel natuurlijk. Ik denk dat we goed zijn begonnen. En op een gegeven moment kwam ik er natuurlijk zelf ook in, dus dat voor mezelf was het natuurlijk ook super. Draaien we goed, gaat het goed. En ja, voor mij valt het natuurlijk bij Go Ahead Eagles tegen. En het doet dan ook zeer om het vervolgens bij het team tegen te zien vallen en dat het minder ging. Dus dat was wel pijnlijk om te zien, omdat je er zelf geen invloed op hebt. En als je op het veld staat, heb je tenminste nog invloed op, dus kan je er wat zelf aan doen eventueel. Dus dat was wel heel erg dubbel, ja. Wanneer kunnen we jou weer op het veld zien verwachten? Ik probeer het echt van dag tot dag te bekijken. Je kan wel nu een datum gaan noemen van dan wil ik spelen. Maar als je dan niet speelt, dan zeggen ze weer dat je een tegenvaller gehad hebt of een terugslag gehad hebt. Dus ik bekijk het echt van dag tot dag. En tot nu toe gaat het super goed en allemaal boven verwachting. Dus ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken en zo snel mogelijk weer kan gaan spelen.